Welkom. In 2019 is het 75 jaar geleden dat de regio de volle laag kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Februari 1944, het bombardement op Nijmegen en in september van dat jaar Operation Market Garden. De wandelaars lopen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse langs plekken waar zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afschuwelijk oorlogsgeweld heeft afgespeeld. En wij wandelen met ze mee. Vandaag gaan we richting Elst en Bemmel. De eerste dag, de dag van Elst, gaan we al gelijk langs een hele hoop locaties waar zich belangrijke momenten hebben afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eerste daarvan komen we gelijk tegen bij het verlaten van de stad. En dat is de Waalbrug. Op 10 mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen. Het Nederlandse leger probeert de Duitsers nog te stoppen door de Waalbrug op te blazen. Het mocht niet helpen. Niet lang daarna verovert Duitsland toch Nederland. In 1944 speelt de Waalbrug voor een tweede keer een grote rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan is het namelijk een van de bruggen die veroverd moet worden tijdens Operation Market Garden. Om dit te doen steken de geallieerden op 20 september 1944 de Waal over met bootjes. En dat brengt ons bij de tweede locatie die vandaag wordt aangedaan door de wandelaars. De wandelaars zijn aangekomen op de Oosthoutse dijk, dan zien ze in de verte de nieuwgebouwde brug de Oversteek uit 2013. Die is genoemd naar de Waaloversteek uit 1944. En naast die brug ligt ook een monument ter nagedachtenis aan de soldaten die daarbij om het leven kwamen. En daar wandelen we nu naartoe. En dan komen we hier in Valburg. En hier vond de conferentie van Valburg plaats. En daarin werd eigenlijk bepaald dat Operation Market Garden gestaakt werd. En daar kregen de Polen de schuld van. En dat was een mentale klap voor generaal Solskabolski. Want de Polen kregen de schuld ervan dat Operation Market Garden mislukte omdat ze niet op tijd Arnhem wisten te bereiken. Na Valburg komen de wandelaars hier in Elst aan. En hier is ook zwaar gevochten. Op het plein hiervoor bij het gemeentehuis zijn dan ook diverse monumenten te vinden. Ten zuiden van Elst werd een hinderlaag neergezet door de Duitsers. Die werd overwonnen. En zo konden de geallieerden doorstomen richting Arnhem. Net zoals de wandelaars. Maar net zoals voor de soldaten in de Tweede Wereldoorlog is ook voor de wandelaars Arnhem net een brug te ver. Ze komen nog wel door het zuidelijk deel, maar dan gaan ze door naar Huissen en komen ze dus hier terecht. Huissen is een echte tuinbouwstad en die wordt flink gebombardeerd, zowel door de Duitsers als door de geallieerden. De geallieerden proberen de Duitsers te verslaan, maar de Duitsers slaan elke keer terug. En bij al die bombardementen komen meer dan 160 mensen om het leven.
En die liggen hier begraven, in het Nederlands Grafmonument aan de Doelenstraat in Huissen. Nadat de wandelaars Huissen hebben verlaten, komen ze weer terug in de Betuwe. En dan wel in Bemmel. En ook hier is hard gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat deden de Duitsers nu? De Duitsers die staken de dijken lek. Daardoor liep er een heel gebied onder water. Vrouwen en kinderen werden geëvacueerd, het vee werd geëvacueerd en 4000 mannen bleven achter om de boel te beschermen. De vrouwen en kinderen waren weg en de mannen zorgden ervoor dat het vee niet verdronk. Maar ja, heel erg lang bleef het vee ook niet leven, want het werd allemaal naar Nijmegen gebracht, naar het slachthuis, want ze hadden het vlees nodig. Terwijl namelijk in het noorden men de hongerwinter inging, had men hier in deze regio wel voldoende te eten. En dan gaan de wandelaars via Lent weer terug richting Nijmegen. Voor de tweede keer komen ze over de Waalbrug en zo richting de Wedren. En zit de eerste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse er alweer op. Morgen dag 2, dan gaan we naar Wijchen en naar Beuningen. En ook dan komen we weer langs gedenkwaardige plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Graag tot dan.